Buitenland. Veenstra Flyers tegen Deco Amsterdam. Een wedstrijd in de eerste ronde van het playoffs ijshockey. Een leuke wedstrijd. Ik zag een week eerder de ontmoeting in Amsterdam. Twee ploegen die enigszins aan elkaar gewaagd zijn. Veenstra Flyers is ook de topploeg in deze playoffronde. Ze verloren gisteren verrassend dat wel in Tilburg, hun enige nederlaag overigens, met 7-4 van de Tilburg Trappers. Deco speelde vandaag zonder Appie Boot, maar weer met Jerry Schaefer, een hele belangrijke versterking. En Veenstra Flyers moet het nog steeds doen zonder Brian de Bruin. Laten we eens gaan kijken in Heerenveen bij die beelden van die wedstrijd tussen de Veenstra Flyers en de Deco Builders. Met het lichte shirt ziet u Heerenveen, het gele shirt voor de kleurenkijkers. 2000 toeschouwers daar in de Tialfhal in Heerenveen. En het goede schot en de goede redding van de doelman Rob Polman Tuin van Veenstra Flyers. Veenstra is de ploeg eigenlijk meer van het collectief. We weten elkaar heel goed te vinden. En Amsterdam, dat wil nog wel eens zo nu en dan een mannetje gaan uitspelen. Individuele acties en dan tot scoren komen. Het was vooral belangrijk, hoe zou de eerste periode gaan wat betreft Deco. Leo Koopmans. En het is in de 11e minuut op assist van Mike Powers. 1-0 door de routinier Leo Koopmans. Kijken we naar die actie aan de rechterkant. Koopmans ziet dat de verdediger te laat is. De schijnbeweging het voorlangskomen en het staat 1-0. Maar Deco vond het allerminst aardig zo. Ging wat feller spelen, kwam iets beter in de wedstrijd. Alhoewel het aantal schotkansen, over de hele wedstrijd genomen overigens ook, veel meer in het voordeel was van de Veenstra Flyers. Amsterdam dus zo nu en dan in de aanval, maar wel vaak gevaarlijk. Vooral de eerste lijn met Klooster, Berteling en Jans zeer gevaarlijk. Maar achterin staan goede mensen bij de Flyers. Mike Powers en ook Gordon McDonald. Maar hier is het dan 1-1. Op assist van Geoffrey Collier en Ron Berteling scoort Michel Jans, die jonge Amsterdammer. Kijken we nog eens. En daar is hij 1-1. En dat was ook de stand na de eerste periode. Jack de Heer en de redding van Cor Hogendoorn. Goeie keeper, goede goalie En daar gaan we even vijandig doen tussen Collaar en Collier. Rustig aan heren, niets aan de hand. Gewoon van elkaar afblijven, even kwaad zijn en weer goede vrienden na afloop. Het spel gaat ook gewoon verder, Amerikaans spel. Dus incasseren, uitdelen, alles moet kunnen. En dan is er opeens dat kleine gaatje waar die zeer snelle Tony Collaar, slechts 22 jaar oud, een van de grootste talenten van het Nederlands ijshockey, scoort. Op assist van Leo Koopmans en Gordon McDonald. Kijken we nog eens. Als een duveltje uit een doosje is daar Tony Collaar met nummer 9. Hij scoort 2-1, 8e minuut tweede periode. En hier, meteen erop eigenlijk, op assist van Jack de Heer en Peter Bol, is het Larry van Wieren, de playing coach van de Veenstra Flyers, die 3-1 scoort, marge van 2 doelpunten. En nu wordt het een zware klus voor de Deco Builders. Larry van Wieren, routinier. Maar er kan alles gezegd worden van die Amsterdammers. Er zit een hele hoop karakter in de ploeg. Qua team zijn ze gewoon de mindere van Heerenveen. Zoals bijvoorbeeld deze actie onderschrijft, maar de redding is er. Even wat afklemmen en daar gaat een doel. Twee spelers in het mandje. Het doet mij als basketballer toch een beetje vreemd aan. Ik zei, Deco gaat dan gewoon verder op basis van karakter, op basis van inzet. Ook wat zei, inzet. Nou, dit wel, ja, Willem Klooster is een echte Amsterdamse jongen. Moet je absoluut geen ruzie mee krijgen. En in dit geval gaan Dick de Vries en Willem Klooster naar de strafbank voor 2x2 minuten. In een powerplay situatie nu. Henk Hillen net niet. Juist. Keeper is bevrijd. En niets aan de hand verder. Het is natuurlijk komisch. Publiek genoot er eigenlijk wel van dit soort momenten.
Theo Kuik. En dan een schot van Scott Hunter op assist dus van Theo Kuik. En zo wordt het dus weer 3-2 in de tweede periode. Alle spanning nog, kijken we nog een keer. Theo Kuik die goed kijkt. En dan Scott Hunter, de Canadees, de gelegenheid biedt om het marge weer te verkleinen tot 1 doelpunt verschil. 3-2. Inmiddels dan in de derde periode. En voor beide ploegen is deze wedstrijd natuurlijk belangrijk. Ja, en dan gaat meteen in de eerste minuut Lady van Wieren op aangeven van Jack de Heer er vandoor. En dan staat het weer 4-2. En zo blijft Amsterdam eigenlijk achter de scoren aanhobbelen. Steeds dat verschil van 2 doelpunten. Mooie assist van de Heer en een goede score van Lady van Wieren. 4-2. Het is belangrijk om in de bovenste helft van de eerste 6 te komen, van de 6 ploegen die meedoen. Dan heb je namelijk een thuisvoordeel in de tweede ronde van de play-offs. Maar Amsterdam ziet hier met ledenogen dat Mike Cowan heeft. Cowanhoven op assist van Leo Koopmans en Johan Torres, waar ook nog 5-2 scoort. En toen moest Deco ervoor waken dat het geen slachting ging worden. Het publiek riep om 10-10. En dit is inderdaad een uitstekende score van Mike Cowanhoven. Maar wat kon Deco terug doen? Kijk hier bijvoorbeeld hoe Leo Koopmans met de puck weggaat. En daar is heer Klooster weer. Heer Klooster en heer Powers in een gevecht dat gesteld werd over 15 ronden. Twee scheidsrechters die ertussen staan. Dat is heel vervelend eigenlijk. Want anders dan had het best leuk kunnen worden. Maar in alle ernst. Het publiek was natuurlijk niet echt blij met de verschijning van de heer Klooster. Kijk hem vooral naar de heer in het midden met de witte trui aan. Die heeft een nieuw gebaar geleerd. Let u op. Ja, heeft hij net geleerd. Ja, van afstand durft hij. Maar Klooster die gaat dan bijna het gebaar maken van ik ga de tribune op. Gelukkig voor die ongeveer 150 man die echt kwaad op hem waren dat hij dat niet deed. En zo bleef het gewoon ijshockey. Gelukkig maar. Want dat hoeft toch eigenlijk niet. Mensen vinden het wel spectaculair. Maar waarom, hè? En dan wordt het zowaar ook nog 5-3. Geoffrey Collier scoorde op aangeven van Ron Betteling en Theo van Kuik. Dan gaan we weer kijken naar een partijtje vrij worstelen. Jack de Heer is erbij betrokken. En Scott Hunter. Hier is Anton Geesink ooit wereldkampioen in geworden. Stand dus nog steeds, ja, want we hadden het over ijshockey, 5-3. En dan deze uitgespeelde goal, Leo Koopmans op aangeven van Gordon McDonald. En hij scoort dan gewoon 6-3 en de betere ploeg wint. Kijken we nog eens. Rustig uitgespeeld, Gordon McDonald. Weer terugdraaien. Alle vrijheid. Leo Koopmans gaat zich vrij. En zo wordt het terecht en verdiend. 6-3 voor de betere ploeg. De ploeg die nog weer aan de leiding gaat. Ja, en als ik dat zo... Al de uitslagen van de wedstrijden. Maar wij...